Voor de tweede dag waren voor zover bekend 3 organisaties uitgenodigd. De eerste groep was het platform van importeurs in Suriname, PLIS. Voorzitter Arun Hindori zei na afloop van het gesprek met het staatshoofd dat zij hebben besloten in te gaan op de uitnodiging, omdat zij een bijdrage willen leveren aan het oplossen van de economische situatie. Hindori hoopt dat de inzichten die het platform heeft gedeeld met de regering worden meegenomen. In ieder geval dat we de criminaliteitsbestrijding, dat we daar aandacht voor gevraagd hebben. Dat we ervoor zorgen dat de consument en de bevolking zich veilig voelt. En dat dat gevoel ook door de ondernemers gedragen wordt. Want laten we eerlijk zijn, we ondernemen, we investeren hier geld. Veelal valuta. En dat moeten we terugverdienen natuurlijk, want daar doen we het voor. En daar moeten we zorgen dat we ons veilig voelen als ondernemers. Dat je inderdaad die investering doet waarvan je zegt, we zijn bereid om in deze gemeenschap te investeren. En ervoor te zorgen dat wij helpen als motor van de economie, het ondernemerschap dat het is, dat wij ervoor zorgen dat wij daar een bijdrage toe leveren. De tweede groep voor de middag was de Vereniging van Winkeliers. Voorzitter Darwish Balak gaf aan dat voor hun heet hangijzer is het gebrek aan een veiligheidsgevoel bij winkeliers. De organisatie heeft tijdens het gesprek met de president echter ook oplossingen hiervoor aangedragen, waarvan Balak hoopt dat deze worden meegenomen. We willen onze veiligheid die teruggedraaid moet worden. We willen ons veilig voelen, ook voor onze toerisme. En dat is een heel belangrijk punt geweest. En we hebben gevraagd naar onze extra surveillances die we hebben gevraagd met politieagenten en militairen. Dus gezamenlijk zou het dan iets uit de bus kunnen komen en de container hoek plaatsen. Dus in elk belangrijke punt plaatsen wordt er politieagenten en militairen dan geplaatst, zodat we ons weer veilig kunnen voelen. De Vereniging van Winkeliers doet een oproep naar de winkeliers om zich te bundelen. Het staatshoofd is vandaag nog in dialoog geweest met de Kamer van Koophandel en Fabrieken.